Maatschappij lid 2. Thema Media. Hoofdstuk 4. Nieuws. Wat is nieuws eigenlijk? Er is allemaal verschillende soorten nieuws. Bijvoorbeeld over criminaliteit, ergens een brand, sportnieuws, politiek nieuws. Er is zelfs zoveel nieuws dat je het nooit allemaal kunt laten zien of afdrukken in een krant. Daarom maken we een nieuwsselectie. Wat wordt wel getoond en wat niet? Hoe maak je die keuze eigenlijk? Nieuws moet actueel zijn. Als iets niet actueel is, wordt het ook niet afgedrukt. Daarnaast wordt nieuws sneller afgedrukt of sneller uitgezonden als het bijzonder is. Dus als het opvallender is dan wat normaal gebeurt. Het moet ook interessant zijn. Mensen moeten het willen zien of willen lezen. En het is ook sneller nieuws als er belangrijke of bekende personen in voorkomen. Waar komt het nieuws eigenlijk vandaan? Het komt vandaan bij persbureaus zoals het ANP. Bij journalisten die zelf op onderzoek gaan. En bijvoorbeeld door berichten van bedrijven of personen. Je moet je altijd afvragen of nieuws waar of niet is. Personen of mensen kunnen tegenwoordig zelf ook heel makkelijk nieuws de wereld inbrengen. Bijvoorbeeld via Twitter of op een andere manier online. Je moet je dan altijd de vraag stellen of dat nieuws ook betrouwbaar is. Nou, hoe kom je er nu achter of nieuws betrouwbaar is? Ten eerste moet je weten waar het vandaan komt. Vervolgens kijk je van zijn het feiten of gaat het om een mening? Een mening is niet objectief, maar subjectief. Wat betekent dat het maar net is hoe jij zoiets ziet. En tenslotte moet je ook altijd kijken wat andere media ervan zeggen. Als jij als enige een afwijkende mening hebt, kun je misschien denken dat het niet betrouwbaar is. Een goede journalist tenslotte controleert dus altijd de feiten, past hoor en wederhoor toe, dat betekent dat hij beide partijen aan het woord laat, maakt een scheiding tussen feiten en meningen, meningen worden altijd duidelijk weergegeven, en vermeldt de nieuwsbron.